Auto's rijden af en aan op de Houtkampweg op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Er staan honderden fotografen in de berm en ze hebben hun kanonnen van lenzen allemaal gericht op één groot edelhert. En dat is hert Hubertus. Hubertus is een hert op het Nationale Park de Hoge Veluwe. Dat zich wat minder schuw beweegt, zeg maar. En wat minder schuw is voor mensen. Hoe komt dat? Dat heeft alles te maken met de moeder waar die uit geboren is. Die hinde die is een jaar of 6, 7 geleden als jong dier heeft hij haar schuwheid verloren. En was gewoon wat vaker te zien voor het publiek. En zo langzamerhand zijn een aantal van haar kalveren die geboren zijn natuurlijk ook minder schuw geworden. Want als je een moeder hebt die gewoon niet laat weten dat jij hard moet weglopen voor het publiek, krijg je dus wat dieren die wat minder schuw zijn. Ja, het selfiehert, dat er natuurlijk mensen komen die de foto van Hubertus in de krant gezien hebben en denken van we gaan hem ook eens bezoeken, is natuurlijk extra leuk. Maar ik wil daarmee wel tegelijkertijd zeggen dat een hert wat zich vertrouwd gedraagt, toch een bepaald risico met zich meeneemt. Zeker wanneer mensen zich niet weten te gedragen naar een wild dier, want dat is en blijft het natuurlijk nog steeds. En er zit een enorm gewei op. Dus als ze te dichtbij komen en het ding zwaait een keer met zijn gewei, dan heb je toch fikse verwondingen. Dat is inderdaad oppassen geblazen. Meneer, staat hij er al op? Hubertus? Hubertus staat erop, ja. Ja? Ja. Hier loopt hij achter de vrouwtjes aan, zie je. Ja. Dat is hem. En nou ja, soms is hij aan het burrelen. Hoe bijzonder is dat nog? Want ja, er staan er hier honderden. Ja, heel veel mensen staan hier. En dit blijft bijzonder. Ja. Heeft u al een selfie gemaakt met Hubertus? Nee, heb ik nog niet gedaan. Kijk, ziet, dat is natuurlijk het mooiste. Zat hij te burrelen? Ja, zat hij te burrelen. Blijf op afstand, dat is gewoon een wild dier. Ja. En dat deze dan ook mensen. Dat was